dat jullie weer kijken. Het is alweer video nummer 5. We gaan weer lekker hoepelen, want het is woensdag en we hebben weer het zonnetje. Nou hoor ik wel vaak van ja, ik wil wat meedoen, maar ik heb geen plek. Nou, we staan vandaag nu in de voortuin, maar je kunt ook, omdat het op YouTube staat, misschien je laptop meenemen en even naar het park gaan. Zorg er wel voor dat je natuurlijk voldoende afstand hebt, hè. Nou, wat we vandaag gaan doen, hoepelen kunnen wij al, hè. Schudden van rechts naar links en van voor naar achter. Draaien deed je met je hoepel mee. En wat ik vandaag wil, is de armen erin. We gaan dus dippen, elke keer laag. 1, 2, 3, 4. Dippen, voor, zo. Zorg ervoor dat je niet naar voren gaat leunen, want als je dat doet, zak je hoepel, want je kont gaat erachter en de hoepel zakt en dan moet je weer been pakken. En dat wil je niet. Dus je blijft rechtop en je moet zelf gaan vertrouwen steeds erin te doen. Je mag wel een klein beetje kijken naar beneden zo, maar niet te ver, want anders buig je ervoor. Nou, als dat nu goed gaat, hè, dus je raakt de hoepel niet met je nagels, dan mag je je meehand, nou dat was de hand die met je hoepel meegaat, in je hoepel doen en dan ga je draaien. Let goed op. Doe mijn hand erin en ik draai met mijn hoepel mee. Mijn arm hou ik langs mijn lichaam. Hij gaat dus niet zo, want dan zie je al, gaat het gelijk mis. Dus ik draai de hoepel, arm gaat erin, zie je dat? Erin, en ik draai met mijn hoepel mee. En je moet blijven bewegen, dus blijf van rechts naar links, en dan zo sta van voor naar achter. Maar mijn andere arm wilt er ook graag bij. Ook dit doe je, even een draai, steek hem erin, en gelijk draaien. Nou, dit heeft wel wat oefening nodig. Want het is timing. Soms kan je zo doen. Zie je, dan ga je er door buiten langs. Dus timing is het. Beetje geluk hebben en heel veel oefenen. Dus eerst beginnen met de dip. Met je nagels. Dip, dip, dip. Meehand erin. Draaien, draaien, draaien. Andere hand erbij doen. Blijven draaien. En je armen hou je langs je lichaam. Je gaat ze dus niet zo bij doen. Want als je dat doet, dan stop je hoepel en dan komt hij tegen je aan. En dat wil je natuurlijk niet. Nou, dit gaan wij vandaag oefenen. Ik ben heel erg benieuwd hoe het eruit ziet bij jullie. Stuur je filmpje weer op of maak een leuke foto. Heb je nou nog steeds geen hoepel? Ik bied ze nog steeds aan met 10% korting. De rest van de informatie zie je hierna. Doei doei, tot hoeps!